Annette, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag 17 juli en ik ga voor jullie weer een nieuwe weekvlog beginnen. Als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En ook even het belletje aanzet, dan kan je geen video's missen. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag dus vrijdag. Ik heb me net helemaal klaargemaakt. Mijn haar moet nog een beetje uitzakken, maar ik heb mijn haar gekruld. Dat was waarschijnlijk jullie ook al opgevallen. En ik heb vanochtend nog niet zoveel gedaan. Ik heb alleen mijn kamer verschoven. Want mijn bed stond eerst daar. Die heb ik nu daarin gedaan. Maar ik ben er niet zo blij mee. Maar ik heb geen zin om het terug te doen. Dus ik ga het zo lekker laten staan. En dan kijken we even. In ieder geval, ik heb me net omgekleed. Ik ga zo meteen foto's maken in de stad. En ik heb deze outfit best wel vaak aan. Maar ik heb er eigenlijk nog nooit een foto mee gemaakt. Dus ik dacht, dat ga ik eerst doen. Dan neem ik ook nog een ander outfitje mee. En dan gaan we even in de stad foto's maken. Voor de rest, voor deze week, planning. Geen idee. Ik heb in ieder geval lekker vakantie. En ja, het hangt ook een beetje van het weer af. Want als het lekker weer is, wil ik heel graag naar het strand. Maar de zomervakantie begint met geen zon eigenlijk. Dus dat is een beetje stom. In ieder geval, ik ga even setjes klaarleggen van wat ik allemaal mee wil nemen. En dan zien jullie mij denk ik straks als ik in de stad ben om foto's te maken. Oké, ik ben met Floor in de stad en we zijn foto's aan het maken. Ik vind het nog steeds zo raar dat mensen zo ongemakkelijk zijn met foto's maken. Ja. Oké, ik ga hem even neerzetten. Echt hoor, het is 2020. Ja joh. Ja joh. Oké. Ready? Oké, nou, we hebben net foto's gemaakt en we hebben even onze outfit gewisseld. Ik heb nu dit topje aan van Chiquelle. En we zijn nu in de Hortus in Leiden. We zijn even de planten aan het bekijken. Oké, wat staat hier? De tropische veenmoeras. Wauw. Oh, een vlees-etende plant. Waar? Welke? Die. Ja, maar staat die dan hier? Hier ziet u een stukjes. Volgens mij is die er niet. Oh. Waarom zeggen ze dat dan? Oh, ik denk dat ze dood zijn. Je pesten. Oké, het is inmiddels vrijdagavond en ik heb vandaag foto's gemaakt en die zijn heel erg leuk geworden. We gingen dus ook nog even naar de Hortus in Leiden. Daar kan je, ja, het is gewoon zo'n soort grote tuin. Ik weet niet hoe je het echt wil omschrijven. En ik heb net lekker pasta gegeten en ik ga nu naar het strand, want het is vandaag best wel lekker weer. Niet super heet of zo, maar we gaan gewoon even een drankje doen op het strand. En ja, mijn krullen zitten er nog helemaal in. Heel erg blij mee. Het zag er heel erg leuk uit op de foto's. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben nu onderweg dus in de auto. Ik zit nu voor het stoplicht. En ja, echt heel veel zin om even lekker naar het strand te gaan. En nu lekker muziek luisteren in de auto. Want ik heb ook lekker vakantie. Lekker! Die Dr. Martens ook. Ja, lekker strand. Ja, het is vandaag zaterdag. En het is al veel later. Ik heb vandaag gewerkt. Ik moet soms op zaterdagochtend werken. En dan ga ik daarna altijd weer slapen. Omdat ik dan echt helemaal kapot ben. En ik heb me net even klaargemaakt. Beetje slecht licht, maakt niet uit. Ik ga zo mijn outfit laten zien. In ieder geval, ik ga zo meteen uit eten. Oh, je ziet mijn outfit nu toch al. Ik ga zo meteen uit eten. En met mijn moeder en met mijn broertje heel gezellig om even de vakantie te beginnen. En dat eigenlijk. Het is het eerste jaar dat ik niet op vakantie ga. Mijn vakantie zijn geannuleerd, heel stom. Dus ik ga niet op vakantie. Maar ja, het is niet anders. Het is ook wel beter. Wat ik aan heb. Vind ik dit leuk? Ik weet het niet. Deze nieuwe broek van Naked. Topje van Shein. En deze blouse is ook van Naked. Zo, en dan doe ik mijn witte gimp eronder. Misschien doe ik mijn blouse wel vast. Ik moet nog even kijken hoe ik het doe. En zal ik andere oorbellen doen? Ja, ik ga even andere oorbellen doen. Het is heel raar als ik, laat maar zeggen, niet op de bestuurdersstoel zit. Nee, voor mezelf. Oké, ik ben met Eve. Zo, dat is het. En ik was net dus uit... Wacht, die muziek moet even uit voor copyright. Ik was dus net uit eten met mijn moeder en mijn broertje.
was heel erg lekker. Ik heb helemaal niks gefilmd. Dat is ook voor het eerst dat ik mijn eten niet heb gefilmd. Ik zit ook best wel vol. En nu ben ik dus met Eve. En we gaan weer lekker naar het strand. We gaan even een drankje doen op het strand. Daar hadden we wel zin in. En het is vandaag heel lekker weer. Dus we hebben wel een trui aan. Omdat waarschijnlijk het strand zo meteen wel afkoelt. Maar we gaan even lekker een drankje doen. Zin in. De lucht is wel heel mooi. Echt heel mooi. Moet je kijken. Oh ja. Nou, teleurstelling, we konden niks meer bestellen. Volgens mij had ik mijn hand op de microfoon. Nu is de lucht nog mooier. Mooi. Oké, zullen we betalen? Ja. Zullen we dan naar de Mackie gaan? Ja. We zouden bijna in Sacinto City, jongens. Ja, over hoeveel dagen? Vier. Over twee dagen. Oh nee, vier. Over vier dagen. Ik wil een keer jouw haar hebben. Nee, het ziet er niet uit. Mijn haar. Bruin haar. Ik moest het weer naar de kapper. Nee, het is echt. We zouden gewoon bijna in Sacinto zitten. Ik ben echt, echt depressed. Oké, we gaan een mukbang opnemen. Oh. Belachelijk wat we moesten betalen voor onze cola en onze ijstea. 7 euro of zo. Ja. Oké, dit moet even wat zachter. Jeetje, in jouw auto ben je net een wit lijk. Kijk dan, Eve, dit is toch niet normaal? Kijk dan. Zo. Oh, dit klopt echt niet. Het is gewoon lichter, maar ik lijk niet. Oké. Oh, je wel ook. Oké, wat we hebben gehaald. Een flesje water voor Eve. Gezonde. We konden dus geen eten bestellen bij de strandtent. Heel stom. Ik weet ook niet hoe dat kan. Wie gaat zijn strandtent nou tot 10 uur open doen, maar de keuken al veel eerder? Dat is toch niet handig? Nou, en Eve en ik hebben iets wat we gaan uittesten. We hebben namelijk bitterballen. Heel benieuwd. Kijk dan. Oh, sorry. 50 cent. 50 cent voor. Nou ja, het is wel alsnog beter dan in de strandtent. Oké, zullen we het proberen? Jij de mosterd? Staat je motor uit, schat? En je lichten? Nee, maar dan kunnen we geen muziek luisteren. Ja, straks kan je niet meer wegrijden, schat. Ja, maar als de motor aanstaat, dan kan ik wel nog. Oké. Maar ik kan alles uitzetten, maar dan gaat de muziek ook uit. Gadverdamme, ik haat mosterd echt. Oké, wacht, we moeten tegelijk proberen. Ik ga het zo weggooien. Oké. Oh, dan moet je straks even kijken of je dinges weer aangaat. Ja. Oh. Is het lekker? Nee, ik heb nog niet geproefd. Ik wacht op jou. Oké. Een ovenbitterbal. Toch? Mm-hmm. Waarom kan je dit bij de McDonald's halen? Dat is niet zo lekker. Niet bijzonder. Nee. Ze zijn niet speciaal. Van die airfryer dingen. Nee. Echt van die oven. Ik ben blij dat ik er 4 zijn. Nou, ik ook. Sorry dat ik het zeg maar kan. Die kipnuggen zijn echt niet op. Ik ook niet. Nou, waarom heb ik die kringen genomen? Ja, weet ik niet. Ik vond het zo raar om alleen bitterballen te nemen. Het is vandaag zondag en ik heb net klaargemaakt. Ik moest vanochtend werken. Ik ben best wel moe. Alleen, ik ga nu even met Denise. Want we gaan voor haar even een foto maken voor de verjaardag. Voor Instagram. En ik heb net klaargemaakt. Ik heb een bandeautopje aan. Bikershirt. En daarover heb ik dit blouseje. Ik dacht dat is ook wel leuk als ik stel nog een foto wil maken. Ik moet nog even kijken hoor. Ik ga mijn schoenen aandoen. Dan komt Denise hierheen. En dan gaan we met mijn auto weg. Ja, ik ga mijn schoenen aandoen. Ik weet niet of ik zo meteen nog iets film. Denk het wel. Spuug het uit. Het lijkt nu net of ik altijd foto's maak of zo. Deze week heb ik echt de hele tijd foto's zitten maken. Ja, maar het is wel handig als je er een paar hebt. Ja. En niet dat je op het laatste moment denkt. Oh ja, ik moet nog foto's zitten. Nou, Denise wordt 20. Dus we gaan deze even opblazen. Making of. Hoe noem je dat? Heet dat een making? Eeuw, nu lijkt echt hele dikke kuiten zo. Of hoe heet dat? Knieën. Ik ga er ook één op blazen. Zo. Al die mensen komen hier gewoon rust. Ja, wij komen voor de foto's. Zo.
Ik denk dat ze eigenlijk wel precies goede grootte zijn. Ja, want als je van die hele grote, dan is het een beetje zo overdreven, ja. Zou ik er voor de grap ook een foto alvast meemaken? Of als ik 20 best? Nee. Ik zou het gewoon doen. Ja, dat is wat online gaan zitten. Ik weet niet of het werkt. Helemaal rood gelijk. Gewoon, ja, ik heb deze doos laten vallen, dus anders is het kapot. Ja, ik kon er ook niet echt meer van maken. Nee. Het was gewoon gebeurd. Oké, nou, wat een verrassing. Ik ben weer bij de McDonald's. Ja, ik denk altijd dat ik naar de Mac. Ja, maar ik denk dat ik in mijn vorige week vlog 4 keer naar de McDonald's ben geweest. Echt? En nu, ja, maar wel echt elke keer, niet voor avondeten echt. Elke keer voor kleine dingetjes. Het is zo makkelijk om hier naartoe te rijden en denken, oh, nou, ik neem even een ijsje. Ja, even een ijskoffie. Ja. Of bitterballen. Oké, okay, maar we hebben net foto's gemaakt. Denk wel goed gelukt, toch? Ja. Mm. Ik stuur ze gelijk even. Het is vandaag maandag. En ik ben gisteren de hele tijd bezig geweest met het editen van mijn vlog. En vandaag ook. Maar mijn SD-kaart doet het echt zo slecht. En ik heb dus een nieuwe gekocht. Eentje die best wel groot is, van 64 gigabyte. Helemaal nieuw. En hij was ook nog eens sneller, stond erbij, van Coolblue. En hij doet het gewoon echt niet. En als ik ergens heel slecht tegen kan, zijn het dit soort dingen. Dus ik ben echt mega chagrijnig dat hij het niet doet. Want er moet straks een video online komen. En ik moet deze week best wel veel editen en zo. En als dat allemaal niet online komt, dan maak je mij niet echt heel erg blij. Dus ik moet nog heel even kijken hoe ik dit precies ga oplossen. En ik ga dus nu even kijken of ik op mijn vaders laptop even de vlog in ieder geval voor vandaag kan editen. Zodat dat is gedaan. En dat eigenlijk. Het is vandaag... Welke dag is het? Geen idee. Het is vandaag dinsdag en het is al wat later. Het is al 1 uur volgens mij. En ik heb net mijn kamer opgeruimd, mijn make-up gedaan. En ik ga zo meteen de video maken van mijn room makeover. Want die moet nog online. Toch eerst, ik ga het niet online zetten, maar ik ga het toch doen. Omdat natuurlijk ook die post van Decennio erin zitten. Dus het is wel belangrijk. Ik heb net mijn haar gekruld. Moet nog uitzakken. En... ja, vandaag ga ik niet heel veel dingen doen. Ik moet ook nog de video opnemen. En voor de rest... vanavond ga ik even met Eve. Ik moet gewoon nog eventjes kijken. In ieder geval, ik ben echt mega blij met mijn kamer. Ik kan nu eindelijk gewoon lekker filmen. En de video staat online. Dus als je het leuk vindt om die te kijken, zou ik dat ook heel erg leuk vinden. Oké, de video's zijn opgenomen. De foto's zijn gemaakt. Wat ga ik nu doen? Had ik met mijn haar ook al gekruld? Ik weet niet. Ik had het voor de foto had ik mijn haar gekruld. Ik ga vanavond met Eve, dat had ik volgens mij ook al verteld. Ik zit allemaal dubbele dingen te zeggen. Gisteren is mijn nieuwe video online gekomen, mijn weekvlog. Mijn video's worden echt zo slecht bekeken. Terwijl ik ze wel best leuk vind. Mijn vorige weekvlog vond ik ook echt heel leuk geworden. Maar ze worden gewoon echt niet meer zo goed bekeken, helaas. Ik ben ook al bijna een maand aan het wachten op mijn Shein pakketje. Want vorige Shein video was zo goed bekeken. Toen heb ik daarna gelijk opnieuw besteld. Alleen, ik zou 13 juli was de uiterlijke datum. Want ik had het, even kijken, 26 juni besteld. En het is nu al 21 juli. Bijna een maand. En het is er nu nog steeds niet. Dus dat is wel een beetje stom. Dus ik hoop wel dat het nog komt. Want je hoort wel eens dingen over douane en zo. Dus dat hoop ik niet. Ik ga in ieder geval nu nog even een videootje kijken en even in bed chillen. Okay. Nee? Gewoon mooi. Zo, wat is er met mijn haar? Oké. Het is inmiddels dinsdagavond. Is het dinsdag? Ja. Ik ben met Eve. Ik zie er echt niet uit als ik in je camera kijk. Nou, hou ze op. Wacht, kijken. Kijk. Ik maak even een thumbnail. We zijn in Den Haag. We gaan even een drankje doen. Oh. Ja? Kom. Of zal ik hem gewoon eruit doen met mijn blouse? Ik ga er
of uit? Doe er dan gewoon uit. Ja. Als je het irritant vindt. Ja, het is heel vervelend. Of ziet het er raar uit? Nee, het kan gewoon. Het ziet er heel raar uit. Ja, wel als je het natuurlijk niet goed doet. Hoe ziet het er raar uit? Nee, dit ziet er niet uit. Er is geen lift. Het is maar één trap lopen. Ik heb een hele luie vriendin. Mijn huid is de laatste tijd zo slecht. Ik heb allemaal droge plekken. Nou, jongens, we gaan wel hard. Euro per kwartier. Lekker! Goedemorgen, het is vandaag woensdag, toch? Mm-hmm. Ja, woensdag. En gisteren was ik met Eve een drankje doen in Den Haag. Dat was super gezellig. Toen hadden we daar nachos en zo gegeten. En daarna hebben we niet zo heel veel gedaan. Vandaag ga ik naar Rotterdam met mijn broertje en met mijn moeder, heel gezellig. Mijn krullen van gisteren zaten er nog best wel goed in. Ik heb een paar dingen bijgekruld. Topje aan van Naked. Oh, deze broek is ook van Naked. En dan doe ik er overheen een spijkerjasje, dezelfde kleur als mijn broek. En we gaan in Rotterdam even shoppen. Of, ja, wat gaan we eigenlijk doen? Gewoon een beetje kijken. En mijn broertje even zijn schoenen aan het schoon. Ik sta nu in de Poelmeer. Ik heb dit groen jasje aan. Ja. Leuk, wel kort. Lelijk. Kijk die mouw, hoe raar. Maar weet je wat ik denk bij die groene man? Deze is in een maat L. Dus misschien... Alleen... Ja, maar ik vind dat korte denk ik niet zo heel leuk. En dit vind ik heel lelijk. Dit is een S. En die is dan weer zo groot. Oké, ik ga even die jurkjes passen. Oké, ik heb nu dit superleuke jurkje aan. Ik heb hieronder nog mijn broek. Maar hij zit echt heel erg lekker. En hij heeft van die hele schattige blauwe bloemetjes. Heel cute voor de zomer. Heel erg leuk. Deze ga ik sowieso houden. Wie wil er op de vlog? Ja, ik ook niet. Ik stak jullie dat in, hoef je. Wij niet. Ik neem altijd cola. Kijk, hier zit de markt al. Nee. We gaan er wel naar binnen, schatje. Ja, Dragon Balls halen. Ik wil naar het kroketloket. Dat is leuk hoor. Nou, Jul, voor jou de markt al. Ooit gezien? Ik ben weer terug uit Rotterdam. Zie ik eruit, vreselijk. Maar aan het begin van de dag ging het nog wel met de drukte, maar daarna werd het echt heel erg druk. Dus ik dacht, ik ga een pashoekje shoplog filmen, maar op een gegeven moment had ik gewoon geen zin meer om in de rij te staan. Ik heb wel een aantal leuke dingetjes gekocht. Niet zoveel, omdat ik ook echt niks nodig heb. Dus ik ga het even laten zien. Nou, die McDonald's bonnen kunnen nu al gelijk weg. Die zijn volgens mij alleen maar voor in Rotterdam zelf. Dan heb ik echt een superleuk jurkje bij de Pool & Bear gekocht. Volgens mij hebben wel al best wel veel mensen deze. Nou, ik heb hem eigenlijk nog niet zoveel gezien. Ik weet het niet, maar ik vond hem gewoon heel erg leuk. Dus ik dacht, waarom koop ik hem niet? Hij is namelijk lichtblauw. En hij heeft van die hele schattige bloemetjes. Hij zat echt heel erg lekker. Hij was 20 euro en ik heb hem in een maatje S. De V is wel best wel diep, maar ik vind hem op zich gewoon prima. En ik vind het heel erg leuk dat hij zo'n overslag heeft. Dus deze ga ik sowieso heel vaak dragen, dat weet ik nu al. Bij de Only heb ik van die bikershorts gekocht. Want ik draag ze gewoon heel veel. Ik vind ze gewoon heel erg fijn. En ik vond deze er wel best wel goed uitzien qua kwaliteit. Dus ik heb daar voor 10 euro heb ik er even twee gekocht. Een soort 20 euro twee, maar 10 euro per stuk. Ik heb hem niet gepast, dus ik hoop dat hij goed zit. Maar ik denk dit wel. En dit draag ik gewoon of onder mijn blazers of onder jurkjes en zo. Vind ik het heel erg fijn. Dus daar heb ik er ook weer een paar van. Voor de rest heb ik best wel veel cadeautjes gekocht. Volgens mij is ook alles heel goed ingepakt. Maar, oh, deze kan ik volgens mij wel laten zien. Bij My Germany. Vorige keer kreeg ik allemaal een commentaar over hoe ik het uitspreek. Maar ik heb daar van die... Nee, ik ga het niet openmaken. Maar daar heb ik van die oorbellen gekocht. Voor een cadeautje. En voor de rest nog wat meer. Ik ga nu even in bed liggen. En YouTube kijken. Wij gaan lekker mojito's maken. Maar kijk eens even dan. Ja, en we hebben ook even een maatbekertje nodig. Een kleintje. Dus dat hebben we. Ziet eruit. Als eerst moet er 50 milliliter van Bacardi in. Die gaan we er nu in doen.
Oké, nu heb ik deze verse limoentjes. Moet je sap van maken. En dan moet er 15 ml per glas moet erbij. Dus dat ga ik nu doen. Dan moet je 60 ml bruiswater toevoegen. Dus dat gaan we er nu in doen. En nu dan 2 theelepels met bastardsuiker. Je kan ook suikersiroop nemen. 15 ml. Oké, en nu moet je gewoon verse munt. En dan moet je tussen je handpalmen moet je dat een beetje... Ja, ik weet niet. Pletten. Ja, dan komt het vrij. En dan langs de rand en dan kan je het erin doen. En daarna nog crushed ice. Nou, voor het eerst een zelfgemaakte mojito's. Ik ben benieuwd. Ze moeten nog even omgeroerd worden. Het is alweer donderdag. Ik heb vandaag de hele dag niks gefilmd. Ik heb de hele dag in bed gelegen. En gewoon echt een vakantiedag gehad, gechilled. Mijn huid is zo onrustig de laatste week. Ik weet echt niet wat ik ermee moet. Dus ik heb wel even mijn mascara opgedaan. Maar ja, op mijn huid smeer ik maar even niks. Ik heb allemaal droge plekken en ik weet niet waardoor het komt. In ieder geval, ik moet zo meteen werken. En ik heb, denk ik, deze week best wel veel gefilmd. Ik weet het eigenlijk niet. Ik hoop het wel. En ik ga morgen gewoon lekker weer een nieuwe weekvlog beginnen. Dan ga ik ook leuke dingen doen. Ik ben zo blij met mijn kamer. Ik hoop echt dat jullie de video leuk vonden van mijn room makeover. Anders moet je die nog even gaan kijken. Ik ga nu mijn werkkleding aan doen en dan ga ik werken. Heel erg bedankt voor het kijken. En als je het een leuke video vond, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!